zo straks naar een boekenruilbeurs. En ik dacht, oh, ik ga met de fiets gaan. Maar het probleem is, dat ze echt binnen een uur, klein uur, regen uitgeven. En ik weet niet of ik binnen een uur ga thuis zijn. Kijk hoe mooi de lucht is vanmorgen. Ik heb gisteren bijna heel dit gebied onkruid vrijgemaakt. Dat was echt mega veel werk. Maar ik moet hier nog wel een stukje doen. Ik heb net... wat heb ik net gedaan? Ah ja. een deel in de... Een deel van de tuin omgespit. Zodat de uitlopers van de aardbeien plek hadden. Ik heb ook wat voorbereid voor mijn soep voor vanmiddag. En nu ga ik mijn ramen kuisen, want daarna wil ik erop tekenen. Oh, ik moet hier trouwens echt erin opruimen. Spookje, pompoen, paddenstoel en veermuisjes. En hier is er een poging om Jack te tekenen van The Nightmare Before Christmas. Ik heb een omeletje gemaakt. Allee, toch een vegan omeletje. Ik heb net heel wat Rollercoaster Tycoon gespeeld. Was leuk. Ook een paar TikToks opgenomen. En nu is denk ik tijd om iets te doen aan de rommel hier. Het is weer tijd voor de jaarlijkse kastherordening. Ik ga alle zomerdingetjes eruit halen en alle winterdingetjes erin steken. We zijn namelijk nu 21 oktober, dus dat mag al eens. Want ja, deze korte broek ga ik nu toch niet meer aandoen. Kan je nog beter zien, denk ik. Ik heb best wel last van lage rugpijn sinds ik gisteren mijn onkruid heb getrokken. En ook van mijn pelspieren. Geen idee hoe ik daarvan last heb door onkruid te winnen, maar ik heb het wel. En heel veel stukjes gescheurde nagelriemen. Zeker als ik zo de afval doe. Ik prik het echt. Maar nu gaan we verder lezen in mijn boek. Die ik heel dringend moet uit hebben. Tegen dinsdag. En we zijn nu zaterdag. Dus dat betekent dat ik nog 2 avonden heb eigenlijk om het uit te lezen. Nee. Vandaag, morgen en overmorgen 3 avonden. Hey, we zijn vandaag zondag. Het is nu 9:30 en ik ga mijn zusje halen. We gaan hier een dagje spenderen bij mij thuis. Straks zit ik op een verjaardagsfeestje. Super gezellig. Nu ga ik wat kastanjes eten. Goedemorgen, we zijn vandaag maandag. Mijn huis is echt ontploft in de afgelopen dagen. Dus voor ik aan mijn taakjes begin van de dag, ga ik eerst dat proberen op te lossen. En een van de eerste dingen daarvan is de was uithangen. Normaal gaat het vandaag pas later deze middag regenen. Dus sommige wastijd moeten hebben om... Ga ik me nog mijn lakens erbij hangen. Die even voorlopig binnen drogen. Daarstraks hebben we even gekeken voor sollicitaties. Kreeg ik het nieuws dat ik door een sollicitatie ben naar de volgende ronde. Super excited daarvoor. Het is ook wel een keer leuk om dat te horen en niet steeds. Ah ja, nee, je bent het niet.
kan nog steeds hoor, maar ben al een ronde verder. En ook Nederlands geleerd. En een paar productjes verzameld van mijn webshop voor 2 bestellingen die zijn binnengekomen. Sommige stoelen van mij gaan stuk. En die gebruik ik af en toe nog om dingen op te zetten. Maar ik ga er nu stickers op plakken zodat ik weet op deze stoel mag ik niet gaan zitten. Of de kans is dat ik er een oorzaak. Lunch met pompoensoep, broodjes en Grey's Anatomy. Ik heb net een beetje aan mijn nieuwe website gewerkt. Ik ben er heel blij mee. Alles staat nu heel overzichtelijk, mijn portfolio. En nu kan ik die ook toevoegen aan mijn fotografie Instagram en aan mijn fotografie Facebook. Een paar dingetjes die ik nog later wil aanpassen, zoals dit. Want het is echt storend, maar ja. Lukt mij nog niet. Ik heb mijn was was nog niet volledig los, dus ik heb even de kachel aangelegd, anders droogt mijn was echt niet. De items die er al van gisterenochtend aanhangen zijn nog steeds zwak. Ook de zaken die buiten hingen, waren ook voor een groot deel nog nat of echt wak. Doordat er niet zoveel zon staat buiten, dat er ook niet zo heel veel wind is buiten en dat de lucht wel wat vochtig is. En nu ga ik vlug een klein snackje eten, want vanavond moet ik naar de tandarts. En ik vrees dat ik, als ik terugkom van de tandarts, niks ga kunnen eten. Plus ik heb dan ook daarna zwemles. Dus dat gaat niet. Dus om de honger voor vanavond al een beetje te voorkomen, ga ik nu een klein snackje eten. Bed van de tandarts en echt heel mijn mond slaapt. Ik heb het ook het gevoel dat mijn ogen lekker slapen. Dat al het hier trekt. En ik kan precies ook maar half meer praten. Als ze moest een tandje hier vullen en een tandje hier. Dus echt heel mijn mond slaapt. Goedemorgen, we zijn vandaag dinsdag en elke keer als ik mijn camera erbij pak, staat die echt op een andere setting, zo vreemd, want dat doe ik niet, of toch niet bewust. Ik heb nu nog een kwartier voordat mijn online sollicitatie plaatsvindt. Allee, het is niet echt een sollicitatie, het is meer een gesprek met een bureau. En ik weet niet wat ik in dat kwartier ga doen. Misschien een beetje afwassen of zo. Ik heb nog wel to-do's, maar ik wil nu niet even beginnen aan mijn cursus Nederlands of een grote taak. Omdat ik dan, vanaf dat ik in de concentratie zit, ga ik er dan eigenlijk uit moeten drukken. Sinds kort leer ik ook via Duolingo Zweeds. Dus dat kan ik ook nog doen in de 10 minuten die ik nu nog heb. Tijd voor een lesje. Meet Ries is my rice. Ja, bröd och ost. Tack. Och ost. Vergeet ons inte dat te tänka. Tack. Niet zo vriendelijk van mij. Ursäkta, en meny, tack. En meny, tack. Min fisk eller mitt kött. Ett bord och en meny, tack. Bord och meny, tack. Mums, en varm pizza. Mums, en varm pizza. Ja, en meny, tack. Meny, tack. En varm tårta, tack. En varm tårta.
torte, tak. Die torte kan ik niet uitleggen. En warm torta, tak. Een warm torta, tak. Ik had voor dan. Een warm torte, tak. Nee, dacht ik al. Oh nee, en mijn hartjes waren ook op. Snerf. Nu heb ik nog 8 minuten voor mijn meeting begint. Dus ik ga nog even heel vlug afwassen. Hey, net mijn gesprek gehad. En nu ga ik Nederlands verder doen. Ik had net een telefoon. Zo, als het begint, spreek ik met de zaakvoerder. Weet ik al meteen hoe laat dat is. Want dan proberen ze je dingen te verkopen. Super handig. Maar die meestal zijn ze redelijk enthousiast. En ik snap als je in een telcelbedrijf werkt dat je niet altijd even enthousiast bent. Maar zij was echt zo. Alsof dat ze. Wacht, ik ga mijn weekmenu op haar manier voorlezen: romige lasagne van Savoyco. Overschotje. Echt zo, heel monotoon. Zonder intonatie, echt alsof dat ze gewoon een hele. Hele tekst aan het aflezen was. En ik ben dan iemand die niet gewoon direct toegooit, maar eerst een zegje even laten doen. Want ik dacht, ja, die mensen moeten ook verdienen. Maar ja, dan probeer ik toch wel heel vriendelijk direct af te kappen. Want ik heb geen zin om uren naar een babbel te luisteren. Checken hoe goed ik ben in Nederlands. Gedoucht. Ah ja, zo. Gepusht. En mijn maat. 7. Zo. Soms is 6, soms is 7. Nu ben ik gewoon heel veel oefeningen aan het maken vandaag. Het is trouwens mijn leerplatform van Uitvelde. Ik dacht niet dat ik deze richting juist heb, want het was gewoon alsof ik 1000 T's en E's schreef. Net boekenclub gehad van het boek Lolalita en nu ga ik thuis kijken. En dan moet ik mijn statief zoeken, want ik ging live gaan vanavond op TikTok om samen met mijn volgers te lezen. We starten de dag met het maken van een broodje. Misschien nog een beetje water erbij. En dan hopen dat hij straks goed alle randjes meeneemt. Ik ga nu de regen trotseren. We zijn trouwens woensdag, had ik dat al gezegd. Geen idee. Want er liggen dingen in mijn huis. Die eigenlijk in mijn kotje moeten liggen. Maar doordat al een paar dagen aan het regenen is, had ik nooit gezin om ze naar daar te brengen. En terwijl ik dat aan het doen ben, ga ik ook een bestelling samenrapen. Want iemand heeft iets besteld op mijn webshop. Bij buiten hing, zag ik dat de PMD nog niet is geweest. En mijn PMD-zak is net vol. Dus nou die buiten zetten. Die is ook de pompoen die mijn zus heeft gekarpt. Dingen liggen in mijn kot. Het grootste deel van de bestelling verzameld, maar nog een paar dingen die moet ik gaan halen op zolder. Vannacht had ik trouwens gedroomd dat er iets te doen was of zo bij mijn oude huis, maar doordat er daar verschillende tractoren of camions stonden, kon niemand daar weg. En er moesten daar toevallig heel veel buffets passeren. En er stonden daar mensen van Like Me op mijn oprit. Van mijn ouderlijk huis. En van nieuwe Catnet series. En opeens zag ik de cast van Spring. Op het moment dat ze nu zijn. Niet dus niet op het moment dat ze toen waren. Van leeftijd. En ik weet dat ik zo echt direct vloog naar de cast van Spring. Terwijl iedereen anders zo meer naar de nieuwe personen ging. En ik vroeg zo aan de
persoon die Roger speelde, mag ik een knuffel, mag ik een knuffel? En zo echt, met iedereen van Spring die daar was, echt zo'n balletje slaan. Vraag, ja, komen jullie naar de sing-along? En zei, ja, we weten het nog. Allee, je zal zien. Ik vond dat wel grappig. En dan ietsje later... was zo Aaron Blommaert zijn nieuwe liedje aan het zingen van Deurenbel. Ik zei, ja, ik vind dat eigenlijk wel een leuk liedje. Ik was zonder al een beetje beu geworden of zo. En toen raakten we aan de praat. En hij was aan het praten over iemand waarmee dat hij zo al een tijdje stiekem stuurde. En waarmee dat hij zo flirterige berichtjes stuurde. En zei, ja, ik ga die persoon opbellen. En dat was ik, blijkbaar, die persoon. En ik weet nog dat ik dacht, ga ik nu de telefoon zo voor hem houden of ga ik wachten tot dat momentje alleen zijn, want ik wist niet dat hij met mij aan het sturen was. En dan had ik toch gewacht tot we een momentje alleen waren. Ik zei, belde het nummer nog eens en ik toonde dan dat hij naar mij aan het bellen was. En ik denk dat ik toen wakker werd of zo. Niet dat ik val op armblom uit of zo, maar ik vond het wel een grappige droom. Vooral ook omdat ik hem nog redelijk goed herinner voor een droom te zijn, want dromen herinner je vaak niet meer, of niet echt meer, op het moment dat je wakker wordt. Dus morgen heb ik in de loop van de dag 3 sollicitaties, tijd om deze voor te bereiden. Er zat net een duif op mijn vensterbank en ik wou die filmen, maar die vloog natuurlijk weg vanaf dat ik mijn camera boven haalde. Tijd om te gaan werken! Aan het kijken naar Blind Getrouwd en ondertussen aan het... Lasagne met spinazie en savoykool. Het is een aangepast recept uit Dagen zonder vlees. De mijne zag er niet zo smakelijk uit, maar hij was echt zo lekker. Ik ga dit recept moeten opslaan. In mijn hoofd, want het was echt een aanrader. Kijk, dit is trouwens een kookboek.